Ja, en die ligt lekker van het zonnetje te genieten, zoals we hier zien. Ja. Een hele goede middag. Ja, het is donderdagmiddag. Het is 15 maart. Er staat me zoiets bij dat mijn vader, die er niet meer is, vandaag jarig had kunnen zijn. Dus pa, gefeliciteerd erboven. Ik wens jullie allemaal een hele leuke, gezellige welkom bij mij op mijn nieuwe vlog. Ja. En ik hoop dat jullie zullen genieten vandaag van deze vlog. Zowel van mezelf, zowel van mijn diertjes. En daar heb ik Karen aan de telefoon hangen. En ik heb water op staan voor de koffie. Dus ja, het komt allemaal wel weer goed. En hoe laat leven we? 12:22. Is het. Dus ja, we gaan er gewoon weer tegenaan met z'n allen. Dus tot vanmiddag en maak er een gezellig feestje van. Hey meisje. Ja, daar zijn we dan weer even. En ik zat vanochtend met Karen aan de telefoon. Hebben we weer even het een en ander geregeld, tenminste vanochtend, vanmiddag was het al. En Rebecca, die is ook al geweest, de huishoudelijke zorg. En terwijl die hier bezig was, werd op het raam geklopt. Want ik gebruik de deur voor deur nooit, omdat ik daar een hele hoge aftrap heb. Dus een lantaarnpaal, dus daar kom ik niet uit. Mijn scootmobiel die staat achter in de schuur en niet hiervoor. Dus het klopt op het raam. De deurbel die hebben we ook uitgeschakeld hier. En, maar het was een klein pakketje. En wat denk je wat daarin zat? Juist, mijn nieuwe GoPro. Hij ligt aan de lader. En wat heb ik erbij? Een AB. Ja, nou daar het huisje. Nou, hij heeft dus twee van die koffers. Dus ja, ben er weer, ja, die ene is van mijn andere GoPro. Maar ja, die is cadeau. Dus dan heb ik een nieuwe. Maar ja, zoek moet gelijk opgeladen worden. Hè. Dat is leeg, schoon leeg. Dus, maar dat komt goed. Dus ja, en hoe het met dat met de AB moet. Of dat op een batterijtje werkt, ik weet het niet. Hè. Maar dat zal wel. Dus dat komt allemaal wel goed. En ik zal het boekje even nakijken, even naar de plaatjes kijken, want het is allemaal buitenlands. Wat ik niet kan lezen. Ik heb geen Arabisch, ik heb geen Chinees. Het Engels, ja, little bit, maar niet goed. Niet goed genoeg om erachter te komen hoe die AB dus werkt. Maar via plaatjes kom je ook een heel eind. Dus dat gaan we doen. Maar ik ga nu eerst andere dingen doen, want hij staat toch nog op te laden. Dus het heeft geen zijn prioriteit momenteel. Ik ga proberen mijn hoofd leeg te maken. Ik ga de printer net eindelijk weer draaien. Want gisteren lag de hele binnenstad dus plat qua internet, telefonie en televisie. Vanwege Liander. Ja, fijn hè? Liander weer. Dat, nou had ik hem eindelijk aan de praat, want hij vroeg iedere keer, tenminste zei iedere keer dat er geen papier in lag. Ja hallo, ligt papier genoeg in, dus doen. Moest het trapje en alles erbij halen, moest het trapje klimmen om te zien erbovenop, want dat ding dat staat zo hoog. Ik kan het zo wanneer ik sta niet zien. Dus met mijn stok het trapje opgeklommen en van ja, wat moet ik doen? Ik heb een paar keer aan en uit gedaan en op een gegeven moment pakte hij hem. Ik denk, zie wel, je kan het wel. Ja, dus nou heb ik een heleboel uitgeprint en ik hoop dat ik daar genoeg aan heb om erachter te komen wat een klootzak die budgetbeheerder is, die de naam budgetbeheerder niet waard is. Ja, maar ik ga het uitzoeken en kom ik er niet achter, er zijn er wel anderen die er wel achter komen. Ja, dus spreek je later. Doei doei. Ja, een hele goede avond, lieve vrienden. Daar waren we weer even. Ja, weer een lange, zware, vermoeiende dag geweest om
weer alle instanties af te bellen, et cetera. Ja, want die klojo van een budgetbeheerder die ik gehad heb, die verleent bij één zaak geen medewerking. En dat is de Dela nota bene, ja. Daar staat hij als contactpersoon. En zolang hij daar als contactpersoon staat, kunnen ze mij verder niet helpen. En hij moet eerst zichzelf uitschrijven als contactpersoon. Zijn fiat geven. Hij wil zijn medewerking niet vertonen. Zoek het maar uit. Kijk het maar. Je wou bij me weg? Nou, dan zoek ik het maar uit ook. Ja, nou, ik zoek het zeker uit. Maar hij mag wel eventjes dat meedoen. Even meehelpen. Dat hij zichzelf daar uitschrijft als contactpersoon. Wie wil nou daar ingeschreven blijven staan als contactpersoon? Van wie? Niet van mij? Laat hem oprotten. En geld inpikken. Ja, rijk worden over andermans ruggen. Dat is wat hij doet. Nou, dat laat ik niet gebeuren. We gaan alle bewijzen bij elkaar zoeken. En ja, nou, als ik de onderste steen van de wereld naar boven moet halen, maar ik laat dit niet met mij gebeuren. En ik weet, er zijn meerdere gedupeerden. Laten die hun monden ook eens open doen. Ja, laten we bij elkaar om de tafel komen. In onze stad. Degene die hem kunnen. En ik weet, ze kunnen hem. Een heleboel kennen hem. Ja. Dus steek je hoofd om de hoek. Kom aan tafel. En praat erover. Wat heeft hij jou aangedaan? Wat heeft hij mij aangedaan? Kom op. Samen staan we sterk. Maar in ieder geval, ik heb mijn wijntje al staan. Ik ben met koffie bezig. Dus ja. En mijn eten is klaar. Dus ja, en ik heb kip klaarstaan voor morgen. Ja, dat moet ik nog braden, bakken, hoe noem je dat? Ik zou het in de oven doen, maar we eten ook patat. En dat moet ook in de oven. En ik wil wel warme kip en geen koude kip. Dus ja, dat vind ik niet zo lekker. Nee. Even een treetje. Zo. Nou, dan ga ik mijn eten pakken. Daar heb ik twee handen voor nodig. Dus ja, ik zou zeggen, een fijne avond en tot later deze avond. En geniet ervan. Dat doe ik ook met mijn diertjes. En daar ligt er eentje die net ligt. Die heeft net zijn buikje vol. Ja, die heeft net zijn buikje vol. He, die is zelfs al buiten geweest met het vrouwtje, hè? Ze met dag allemaal. Hé, hey, ja, dag allemaal. Hé? Hey? Oh, zo lief, hè? Ja. Ja, lieve vrienden, dat ik zou zeggen, tot vanavond. Doei, doei. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is alweer morgen, midden in de nacht. Het loopt naar 3:15. Ik heb de computer uit. Dus kijk, even op mijn horloge, die is beter. Het is 2:46. Tijd om naar bed te gaan. Want vandaag is de dag weer voorbij. En straks weer een nieuwe dag. Althans, dat is het al. En we leven op de 12e, de 16e maart. En ja, wij gaan een bedje toe. Mijn hondje is ook moe. Die ligt daar op de bank. Dat tijd voor komen, tijd voor gaan. En straks weer verder er tegenaan. Vandaag een hele drukke dag. Ik ben eigenlijk al veel te laat om naar bed te gaan. Want ik moet er bij tijd eruit. Want tussen 9:00 en 11:00 komt de monteur voor de traplift. Ja, ook dat ding bezit ik. Die was voor mijn man bedoeld. Maar als met mij echt even een keer slecht gaat, gebruik ik hem ook af en toe iets. Dus ja, daar is hij ook voor. Dus. En morgenmiddag krijg ik een monteur voor de Ziggo. Krijg ik er dan een of andere kast erbij, dat ik terug kan kijken, et cetera.
En morgen komt Astrid, die blijft lekker eten. We eten kip met patat en doppetjes en worteltjes. Ik moet ook nog zelf even weg, want ik moet naar Hans anders op mijn handtekening zetten. Dat het weer op mijn rekening komt, omdat ik bij de budgetbeheerder weg ben gegaan. En ik moet naar de apotheek medicatie even halen. Dus druk, 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 druk. Dus lieve vrienden, tot straks voor deze vlog. Loopt het ten einde. Ja, en gaan we straks weer verder. Dus zeg, tot morgen, tot over een paar uurtjes. Doei, doei. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vrijdag vandaag. De 16e maart. We leven om 8 minuten over 9. Het is nog vroeg, vooral voor mij doen. Ik zou zeggen, van harte welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb mijn koffie al klaarstaan. Ik moet nog een broodje maken. En ik moet wachten tot de monteur van de traplift komt. Chrisje die komt ook, maar die komt veel later dan normaal. Die komt pas om, die heeft eerst om 2:30 zelf een belangrijke afspraak. Dus hoe laat ze precies komt, weet ik niet. Ze komt wel, maar hoe laat weet ik. Vanmiddag, dan komt er ook een monteur van Ziggo. Ik krijg een kastje met die televisie, ik ook drukken, kijken, etc. En ik moet nog tussendoor ook weg. En het is rot weer. Er is niks aan, het is koud, het is vies, het is nat. Ja, rillerig. Men zou zeggen, ik blijf wel op bed. Ja. Maar dat kan ik helaas niet. Nou, en ik moet dus naar Hans Anders even een handtekening zetten. En ik moet naar de apotheek even medicatie ophalen. Dus ja, weer een druk, bewogen dag gaat het worden. En we zien wel hoe ver we komen en hoe we er ons doorheen slepen. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Mijn diertjes, die legt, nou ja, eentje die legt aan de bank. En eentje gaat net achter de bank, die staat namelijk net op de vensterbank. Maar die andere, oh, die zit hier op de grond. Die zit daar. Hé meisje, ja nou, ja. Oeh, kopie. Dat, ja, dat, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie gaan doen. Ik ga ook proberen te doen. En ja, degene die werken moeten werken, zijn logisch. De zieke wetenschap geweest. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, ik zou zeggen, toedeledokies. Kijk, hondje. Ja. Vrouwtje weer thuis, hè? Ja. En jij bent nat. Ja. Van de regen. Nee, je komt al niet bij me. Ja, ik was weer thuis. Ik ben naar Hans Anders geweest, ik heb mijn handtekening gezet, ze zag me gelijk en wel even leuk. En eventjes naar de apotheek geweest, mijn medicatie opgehaald, toen gelijk naar de Dekamarkt toe gejeest, zeg maar, want het is ook rot weer, word je niet vrolijk van. En daar even een paar kleine boodschapjes gehad en natuurlijk even een bounty. Want ik zonder een bounty, dat gaat niet. Dat zal mijn laatste cent wezen. En dat ga ik zo meteen opruimen. Mijn tas zit er ook bij, dus zoveel had ik niet. Dus die kon er mooi bij. Nou, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ik ga eventjes koffie maken. Mijn neus snuiten, want die begint te lopen. Dat vind ik niet lekker. En ik zie jullie straks alweer. Doei, doei. Ja, een hele goede middag. En mijn hondje die houdt alles in de gaten. Heel nauwkeurig. Ja. Want de monteur van de Ziggo is er. Hé? Ja, nou kerel. Ja, hé. Ja.
En dat moet in de gaten worden gehouden, hè, wat meneer doet. Ja. Zullen we eens even gaan kijken dan? Dat is schroeven draaien, geloof ik, of boren. Ja, alles moet goed vast zitten. Mijn man die had trouwens ook die bovenste, die stopcontact, die daar, die heeft mijn man aangesloten. Heeft hij? Ja, die heeft mijn man aangesloten. Op de officiële manier. Oh, dat heeft hij goed gedaan. Ja, hij deed alles goed. Alles wat zijn ogen zagen, deden zijn handen. Hij keek altijd alles eerst op internet. Zo heeft hij ook buiten een meterkastje hangen. Yeah. Buiten. Yeah. Ook met elektra de boel erin en alles. Op de officiële manier. Ja, dan denken jullie van wat doet die man nou daar in die meterkast van zich? Nou ja, ik kan hopelijk vanavond terugspoelen of een pauze zetten of weet ik veel wat. Ja, dat heb ik nooit gekend, dus ik zou het nou nog niet weten hoe ik het allemaal moet doen. Maar ja, komt allemaal goed en daarom staat er ook allemaal troep. Mijn salontafel, dat behoort daar weer op. Ja, komt ook allemaal goed. Met jouw kerel. Hé? Ja nou? Ja hè? Ja, en hier is een meisje. Hé? Allemaal vreemde mensen over de vloer. Vanochtend is een stoelliftmonteur. Hé? Ja. Die kent ook weer een jaar mee. En waar mijn prinsesje is, dat weet ik niet. En mijn rode rakker weet ik ook niet. Nee, niks te vinden. Nou ja, lieve vrienden, die twee bennen er dus niet. Dus ik zeg tot strakjes maar weer. Doei doei. Meisje. Hallootjes. Ja, lieve vrienden. De monteur van Ziggo is ook weer weg. Dus ja, ik heb een hele mooie afstandsbediening erbij gekregen. Ja. En dan daarop een hele toetsenbord. Dus ja, wat willen mensen nog meer, hè? Ik kan nog groter mijn eigen vlog gaan bekijken. Ook dat kan. Het sneeuwt. Ik word gek. Ben ik al, maar doet het niet toe. Maar het sneeuwt. Het is wel nat, maar het sneeuwt. Ja, het sneeuwt. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar ik zeg dat het sneeuwt. Je ziet af en toe tussen de regen door een vlokje naar beneden dwarrelen. En dat is dus geen regen. Want regen dwarrelt niet. En dit dwarrelt. Ja? Nou, ik hoop dat jullie het hebben gezien. Nou, ja, ik heb ook trouwens gelijk een mooi beeld. Vind ik zelf. Het is helderder. Ik had eerst een beetje, ja, hoe noem je dat? Een beetje ruis erin. Ja. Het was niet echt fijn om daar te kijken. Nou is het mooi. Maar, wat nog mooier is, hij heeft de kabel gemaakt. Die was dus ook kapot. Weet je zo'n ding? Oh, hier ligt ook nog troep. Gaat goed. Maar laat het troep leggen. Gaat goed. Zo'n dingetje. Ja, miauw. Even geduld, madame. Zo'n dingetje. Die was kapot. Die was dus niet goed. En daardoor deed het internet op de kabel niet meer. Oké. Maar hij heeft nou alles zo ingesteld dat ik op mijn pc wifi en kabel heb. Dus 2 in 1. Dus top. Ja, geweldig. Nou, dan kan dat ook weg. Zal ik daarbij in doen? Nee, mag jij niet hebben wifi? Nee. Hè? Nee, mag jij niet hebben. Nee. Hallo meisje. Hallo, hallo. Liefie, hè? Ja. Nee, maar dat is weer voor elkaar. Ik heb ja, ook... en ons eten staat weer voor ons neusje. Met een wijntje en een koffie erbij en een kippenpootje. Enkel, ik heb nog geen mayonaise, maar er komt nog bellen, ja. Smaakt het, zusje?
Zegt ze, ja dus. En dan denk je dat ik was eerst blij hè, dat mijn televisie het weer deed, dat ik die kast had. Wat denk je? Geen telefoon en geen televisie. Ja, ik leg eruit. Behalve internet geloof ik, dat doet het wel hè. Of ook? Internet ook niet meer. Nee, was er net ook even weg. Maar, was weer terug, mijn televisie is er nog niet en telefoon ook nog niet. Balen! Ja, en er zit er hier ook eentje. Kijk eens, die wil ook wat lekkers. Nou, dan heeft ze maar even geduld. Toch? Dus, ja, lieve vrienden, tot later. Mijn co-pro aan de praat gekregen enkel bij Karin van de Werf, mijn dochter. Zie je de tijd en datum rechtsonder. Dat zag je bij mijn vorige co-pro ook. Rechtsonder en het was niet geel. Maar bij deze staat het links boven. En het is ja, zo goed als doorzichtig. Ik heb mijn AB geprobeerd. Ook die doet het. Ja, dus zodra het weer een beetje aangenaam is. Nou, dat ziet er dit weekend er niet naar uit. Dan zal ik het huisje even installeren op mijn booster. Want daar staat de oude spullen nog op. Ik weet niet of het daar op kan. Maar dat merk ik dan wel. En dan, zodra het knap weer is, gaan jullie weer mee. Met de co-pro. Ja. En ik vond het ook zo vreemd dat hij iedere keer uitging. Dat het scherm donker werd. Maar dat vroeg ik dus van Karin na. Ja, dat is batterij besparend. Oh, ja, maar dat deed die vorige niet. Nee, die van mij wel, zegt ze. Oh, ja, maar die van mij niet. Maar bij deze dus nou wel, gaat die uit. Ik zeg, ja, maar blijft die dan wel doorfilmen? Ja, blijft doorfilmen. Oké, nou ja, jij weet dat jij er al zo een die uitgaat, dat die dan toch door blijft filmen. Dus ja, we zullen het beleven. Dat we zullen kijken of die het dan inderdaad doet. Ja. En ik ga nou even pauze houden, want ik heb net aan het werk geweest. De boel opruimen, want het was hier één bende, allemaal troep op de grond. Dat hij die monteur hier en daar liet vallen. Doos opgeruimd. Dus ja, want dat nemen ze niet mee terug. Nee, dat kun je weggooien bij het oud papier of in de container. Nee, oké. Gaat wel dit keer bij het oud papier, simpel. Het is mij allemaal te groot. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later op deze dag. We gaan trouwens patat eten met kip. Hek al gebraden, gisteravond. Ik weet niet of jullie het zien kunnen. Ja, zeker. Twee kippenpoten. Kippenbouten, ja, hoe zeg je dat, kippenpoten. En patat met doppertjes en worteltjes. Dat gaan we vanavond eten. Lekker smullen. Dus lieve vrienden, tot straks maar weer. Hé, hey, mijn hondje. Nou, lieve vrienden, de televisie doet het weer. Internet, die heeft het ook een paar keer even begeven. Maar die was er ook weer. Alleen nog, mijn telefoon, mijn huistelefoon, die wil niet. Als ik met mijn mobiel er naartoe bel, hoor ik hem wel overgaan. Maar ik hoor mijn mobiel niet overgaan. Dus ja, wat verkeerd is, ik zou het niet weten. Ik heb daar geen verstand van. Dus iemand die het weet, die mag bij me komen. Ja, help! Ja, ik weet het niet, hè, hoe dat werkt. Ik ben ook minder valide. Dus ik weet ook niet alles erbij te komen. Ik weet ik dat een heleboel snoeren troep achter mijn bureau verwerkt zit. Dat heeft mijn man allemaal toen gedaan, dat hij nog leefde. En ik weet bij hoge belaag niet wat allemaal is. Dus ja, degene die mij kunnen en hier de verstand van hebben. Nou, alsjeblieft help! Ja, want als je op Ziggo moet wachten, nou dan kun je ook lang wachten, denk ik. Want mijn hemel, ze hebben storing, hè? Ja, ook dat nog. Dus ik hoop dat het nog wel goed komt met het weekend.
En anders dat het voor maandag weer goed is. Ja, want ik heb hem hard nodig, want ik heb een heleboel te bellen. Ja. Mijn hondje is lief. En ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik kom straks dan wel weer een keer terug. Maar ik ga lekker even onderuit zitten te hangen. GTSD kijken. En ja, even tot mezelf komen. Want het was weer een gigantische drukke dag. En vol heen en weer gelopen naar de meterkast. Dit doen, dat doen. Wat de Ziggo dus dan opdraagt dat je dat moet doen. En twee keer, drie keer helpt het niet. Nee. Dus ja. En om eventjes te zeggen dat er een storing is, staat niet bij. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, een hele fijne avond. En tot later op de avond. Doei, doei. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is alweer heel erg laat en ik moet nog slapen. Oh, het is 3:26 in de nacht, in de ochtend. Het is maar net hoe je het noemen wil. Het is zaterdag alweer. Het is de 17e maart. En ik lig er daar al lekker. Ik zal me eigen ook in mijn pyjama hijsen en lekker slapen. Dit was het einde van deze vlog van vrijdag. Ja. Ja, oké. Het is om te lachen, maar ik heb het zo druk gehad op Facebook. Ja, er kwamen weer een paar vrienden omhoog van een aantal jaren terug. En dan heb ik even heerlijk mee zitten te praten. Ja, en dan is het ook zomerlaat. Dus ja, lieve vrienden, het gaat tot over een paar uurtjes met een nieuwe vlog. Ze zeggen, doei doei.